Kijkt u naar een traditie van de jacht die nu een goede eeuw geleden grootgemaakt werd door Schweine Heintje. Prins Hendrik, echtgenoot van koningin Wilhelmina. Hij kocht van haar geld enorme jachtterreinen op de Veluwe, waar de familie tot op de dag van vandaag jaagt. Liefst zonder pottenkijkers. En dat kon wel eens te maken hebben met de weerstand tegen de jacht die sinds een jaar of 50 groeit en groeit. Het is elitair, het is wreed, het deugt toch niet. Duikt u met ons mee in een traditie die van geen wijken wil weten. Kroondomein Het Loo, vlakbij Apeldoorn. Het jachtterrein van de koninklijke familie, al meer dan een eeuw. Het is het grootste jachtgebied van heel Nederland. Dit is het Kroondomein, tweemaal zo groot als het Nationale Park de Hoofdveluwe. Sinds wanneer is dit gebied in het bezit van de koninklijke familie? Dit gedeelte, dat is al in bezit uit de stadhouderstijd. En dan later, zo'n beetje na 1900, worden al die aankopen gedaan. En die aankopen worden hevig gestimuleerd door prins Hendrik. Hoe zag het er hier toen uit, toen dat werd gekocht? Merendeel was toen ook nog, zoals u hier ziet, heide. En dat is allemaal beplant, bebost. Zo is het ontstaan. Dus dat had te maken met het aanbrengen van dekking voor het wild. Want de jacht had in die jaren de hoogste prioriteit. Dan lopen hier dus veel wilde zwijnen rond. En waar kwamen die vandaan? Die wilde zwijnen zijn geïmporteerd. Die zijn geïmporteerd vanuit Duitsland. Prins Hendrik, die heeft ze geïmporteerd. Die waren hier praktisch niet meer aanwezig, dus die zijn per trein aangevoerd. En waarom? Ja, jagen. Er werd alles gedaan om te kunnen jagen. Het roodwild, daar was je wel wat. Roodwild, eerder. Het is ooit een partij uit Spanje gekomen. Er is een partijtje gekomen uit Mecklenburg. Je kunt niet zo gek bedenken of er reed van een trein door Europa. En waar een wagon achterhing met wild erin. Allemaal voor de jacht, puur voor de jacht. Het zijn eigenlijk allemaal allochtonen, dat wild. Ja. Men heeft ooit nog eens een tijd gesproken over het Veluwse hert. Dat vind ik altijd heel grappig, want dat bestaat niet. Niet alleen prins Hendrik jaagt. Ook zijn schoonzoon Bernard is al jong actief. In heel Europa. Op de kroondomeinen of, zoals hier, in Polen en Zweden. Speciaal kan je zoveel mooie dingen filmen van flora en fauna die je anders niet ziet. Hè? En dat heeft een eigen bekoring, dat vind ik mooi. Hier kan je ook soms urenlang zitten om wild op te nemen. Midden in de bronsttijd natuurlijk, die kijkt naar tegenstanders om zijn eigen kudde, hinders, te beschermen tegen een indringer. Nog geen 25 kilometer verderop de onzalige bossen bij Rhede. Ook dit is in de naoorlogse jaren een belangrijk jachtgebied voor de Nederlandse elite. Ton Herkelaar wordt er in 1969 jachtopziener. Dit is de plek waar het jachthuisje heeft gestaan. Die rode dendronstruik stond er strak tegenaan. En dan stonden hier tussen de bomen stonden die grote bolides, de Bentleys en de Rolls-Royce, geparkeerd. Van de Van Heeks uit Twente, de Scholtens, de Storks. Ja, dat waren natuurlijk de prominente gasten die hier jaarlijks kwamen. Het was een elitaire jachtcombinatie.
De Captains of Industry kwamen speciaal voor de wilde zwijnen. Ook is algemeen bekend dat één keer per jaar kwam prins Bernhard ter jacht. Was het een goede schutter? Buitengewoon. Hij stond natuurlijk ook niet op de verkeerde plaatsen. Want? Nou, er werd wel rekening mee gehouden dat hij letterlijk en figuurlijk een koningspost kreeg. Ja. Het jagen zit de koninklijke familie nog steeds in het bloed. Net als zijn grootvader Bernhard en zijn overgrootvader Hendrik is Willem-Alexander een jager. Ik jaag, ik sta erachter. Ik sta erachter de wijze waarop ik jaag en de wijze waarop op de kroondomeinen gejaagd wordt. En u blijft het doen? Ja. Het is niet toevallig dat Willem-Alexander deze vraag krijgt voorgelegd. Op het kroondomein wordt dan nog een traditionele jachtmethode gehanteerd die sterk ter discussie staat. De drijfjacht. Daarbij wordt het wild één richting opgedreven, waar het wordt opgewacht door de jagers. Nou, dat ging met 18 geweren. Die werden in een rij uitgezet. Zoals hier, achter deze boom. Die wilde zwijnen werden gedreven. Als ze hier voorbij de bomenrij het pad over waren, dan werden ze beschoten. Zat hier veel wild? Dat mag je wel stellen. We hadden een zomerstand van ongeveer 300 wilde zwijnen. Die werden natuurlijk uitstekend verzorgd, 365 dagen per jaar. Met mais, broedeieren bij een kuikenbroederij afgehaald. Dus er ontbrak die wilde zwijnen aan niets. Het kwam maar zelden voor dat iemand met een schoon geweer huiswaarts keerde. Ik heb een fazantenjacht wel meegemaakt. Dat de jachtopzichter bij me kwam en tegen me zei: Bert, loop jij eens achter de boerderij. Daar hebben we nog een hele grote ren met fazanten erin. Een jacht die er eens uit, want de jagers hebben nog niet genoeg gehad. Die fazanten hadden nog nooit hoger gevlogen dan zo. En dan gingen we erin en dreven ze eruit. En dan schoten de jagers ze. En dan zeiden ze: oh, prachtig schot, meneer. Maar die fazant kon amper vliegen. Dat is nog wat, hè? Dat is toch een beetje nep dan, hè? Eigenlijk dat je eerst die fazanten uitzet om ze vervolgens te laten doodschieten. Dat is ook puur nep. Daar ben ik ook helemaal niet voor. Allemaal voor de jacht? Allemaal voor de jacht. Puur voor de jacht. Voor het plezier? Ja. Ik ben om te beginnen tegen het schieten op een dier. Het is begonnen dat ik gewoon het afschuwelijk vind dat mensen hier voor hun plezier met een borrel in de hand bij wijze van spreken zeggen: nou, we gaan op jacht en we gaan dieren doden. Het is gewoon niet nodig. Je ziet hier allemaal sporen van wilde zwijnen, hè? Dus ze lopen hier tot aan het hek toe. Dit zijn wel sporen van een paar dagen geleden trouwens, maar er zijn er genoeg. Schitterende dieren. Ze zijn intelligent, ze zijn grappig, ze zijn een beetje, ze willen je toch een beetje ontmoeten, maar toch niet helemaal. Het zijn, nou, ik noem het echt de nozems van het bos. Er zit oer zit erin, mooi dier, gestroomlijnd. Er is in Nederland geen mooier dier dan het zwijn. In de loop der jaren schaffen veel bosbeheerders de drijfjacht af. In Nederland blijft er in de jaren 90 nog maar één plek over. Gisteravond voerde de Stichting Kritisch Faunabeheer actie tegen de jaarlijkse koninklijke drijfjachten op de kroondomeinen het Loo.
Er jaagt bijna niemand meer op die manier. Wie jaagt, doet dat nog wel, die drijfjacht? Ja, eigenlijk is de enige die op een groot terrein dat doet, is de koninklijke familie en de adel die door hun uitgenodigd wordt en de top van het Nederlands bedrijfsleven. Maar natuurmonumenten, staatsbosbeheer, de grote terreinbeherende gemeentes, die hebben het verboden. Waarom noemen jullie dit de galgenmaal? Nou, dit is waarschijnlijk het laatste maal wat aan de beesten wordt opgevoerd de komende, want over een 3 weken dan worden ze ook hier naartoe gehaald en dan worden ze afgeslacht eigenlijk, hè. Het ging nooit goed en het kan ook nooit goed gaan, want ja, schieten is natuurlijk een kwestie van de roos en dat moet natuurlijk op de zijkant in de longen. Daar moet het geschoten worden. Ja, en sommigen schieten ze in de kont en lopen dieren half kreupel weg. We hebben ze al weg zien lopen. Echt, en een dier lag te gillen. Dat we zeiden, schiet dat beest dood. Ja, ik wou zeggen gillen als zwijnen, maar dat doen ze dan ook. De koninklijke familie, beducht voor publiciteit, houdt het kroondomein van oudsher gesloten tijdens het jachtseizoen. Actievoerder Vos zoekt in de jaren 90 bewijzen voor de koninklijke jacht. Daar zou best iemand van Koninklijk Huizinger zijn. Zie je zo'n geblindeerd wagentje daar? Dat is waar ze dus mee rijden. Ja, maar dat is dus waar wij op loeren. De dode dieren, die moesten naar het paleis worden gebracht. Die moesten naar een koelcel gebracht worden. Dat moest bewaard worden. Dat moest op tafel bij de Koninklijke Familie. En wij konden ze nooit betrappen. Waar gebeurt dat nu? Een gegeven moment op een dag, toen dachten ze dat wij er niet meer waren. En toen kwam de wagen met een personeel, hè, zonder begeleiding natuurlijk, hè, geen politie erbij. Toen hadden we de boel gesloten en toen kwam die aanrijden, die meneer met die wagen met vlees. En die man denkt, balletje dicht, lastig, ik stap even uit. En ik gooi hem even aan de kant. Hij gaat rustig die paal opengooien. Nou, wij raps naar dat cel opengerukt. Er ontstond een vechtpartijtje. Die man op mijn nek dat mag niet, hè. Dus ik heb zo foto's gemaakt. Ja, ik had er een gouden foto bij zitten. Nou, ik denk dat de koninklijke familie echt die dag echt geëxplodeerd zijn van woede. Van wauw, hoe kan dit gebeuren? En toch blijven de acties niet zonder gevolgen. De drijfjacht op groot wild wordt in 2002 inderdaad afgeschaft. Jagen mag nog wel, maar niet meer op zo'n massale manier. Er wordt een soort laatste eer bewezen. Ja, de laatste bete. Dan pak je het takje waar hij geschoten is. En die krijgt hij in zijn smoel. In zijn bek, pardon. De discussie over de jacht gaat door. Harry Vos blijft ook tegen de huidige praktijken. Er zijn genoeg dieren op de Veluwe, wordt gemeld. Als je de jagers mag geloven, zijn er van alle dieren te veel. Het zijn natuurlijk allemaal jagersverhalen, want dat regelt de natuur zelf. Als dat zo zou zijn, nou, dan heb je eerst een bak ellende over je heen gekregen van heb ik jou daar. En ik zeg nogmaals, die voorbeelden van beesten laten creperen als de oostvaarders plassen, dat moet je niet willen. Al is de drijfjacht afgeschaft, op het kroondomein wordt nog steeds gejaagd. Ook weer deze herfst. Wordt er hier gejaagd de komende maanden? Neem ik aan. Hoe gaat dat dan? Gaat één jachtopzichter met één gast op pad. Die bersen, zeggen wij, die lopen, die zoeken een plaatsje op waar ze misschien al struinende wild zien en schieten. Dat noemen wij bersjacht. Nou, dat betekent dus dat er dan 's morgens 6 jachtopzieners met 6 gasten eruit gaan. Ja? En dus middags ook, dan zijn dus 12 gasten aan de beurt geweest. En dan kun je een paar dagen doen. Dus alle vrienden van de koninklijke familie kunnen aan bod komen? Dat kan. Vaak nogal wat Duitse
Nog steeds? Ja, natuurlijk. Daar komt de familie toch vandaan.